Oké, met wat ben je bezig vandaag? Ik ben nu bezig met mijn handen goed te wassen. Echt waar? Ja. Is dat belangrijk? Is heel erg belangrijk. Zeker weten? Heel erg zeker. En jullie twee? Ik ben de volgende. Jij bent volgende? Ik ben daarna. Echt waar? Ja. En wat gaan dan jullie doen? Piercen. Op kip. Ja. Er zit een speciale manier voor handen te wassen, of? Ja, dat je dus per vinger 10 tellen, dus 10 keer eromheen draait. Zodat je zeker weet dat alle viezigheid weg is. Oké. Dus, en dan ook je polsen op het einde. Dus dat je dan zo langs gaat. En dat je ook niet zeg maar met je handen op de knop, maar dat je zo... Wow. En dan ga je weer verder per vinger. Per vingertje. We hebben vandaag geleerd te piercen en het was echt super leuk. Geleerd wat we met de naalden moeten doen. Met een stukje kip, waar de top is geleerd, wenkbrauw piercen, wenkbrauw of oor, whatever. 1.2 en 1.6 mm naaldjes. En? Hoe vind je dat? Het was heel leuk. Dus daar hebben we wenkbrauw piercing, tong piercing geleerd, wat voor verschillende diktes je moet gebruiken. En hoe groot de afstand moet zijn en hoe je ook de tangetjes moet gebruiken. En ook kijken wat voor handschoenen je het fijnst vindt. Heel erg veel geleerd. Ik ben nu helemaal moe. Het was super intens. Dus het was leuk. En we hadden ook tentamens gemaakt. Dus om te kijken of je genoeg stof wist. Aan de hand van de GGD-richtlijnen. Dus? Hoe was jouw dag? Mijn dag was goed. Intensief, maar goed. Zeker, kan je wachten tot volgende week. Oké, super.